Lieve mensen, hartelijk welkom bij deze bijzondere openbare raadsvergadering waarin aangekondigd gaat worden wie de nieuwe burgemeester van de gemeente Almelo is. Dus ook welkom aan de mensen op de publieke tribune en alle mensen die nu in spanning thuis meeluisteren. Ik geef graag het woord aan de voorzitter van de Vertrouwenscommissie van de gemeente Almelo, meneer Steuteler. En beste voorzitter, beste Almeloers, beste leden van de raad, beste aanwezigen. Het is met trots en blijdschap dat ik u mag bekendmaken dat de gemeenteraad van Almelo zojuist voor benoeming als burgemeester van de gemeente Almelo heeft besloten voor te dragen de heer Richard Korteland. De heer Korteland is geboren in 1979 en in zijn werkzame leven is hij eerst accountant geweest, waarna hij de stap naar het openbaar bestuur heeft gemaakt. De gemeenteraad ziet in de heer Korteland de bestuurlijke duizendpoot waar Almelo naar op zoek was. Een stevige bestuurder met lef en met ook een menselijke kant. Wij verwachten dat hij het fantastisch gaat doen in onze gemeente. Geachte heer Korteland, beste Richard, vanaf deze plek van harte gefeliciteerd met uw voordracht. Voorzitter, dank u wel. Ja. Van harte gefeliciteerd aan de collega. En als het goed is, krijgen we nu even live verbinding met hem. Kijken of het goed gaat. Ja. Nou, kijk, daar is uw nieuwe burgemeester. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Is er ook van harte gefeliciteerd namens de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie met deze voordracht. Ik kan vertellen dat dit een fantastisch leuke uitdagende gemeente is. Dus ik wens je heel veel geluk en plezier en ik weet zeker dat het gaat lukken. En ik hoop dat je ook geluid hebt dat je zelf nu iets kan zeggen. Ik hoop het ook. Zoals u mij enige tijd in spanning heeft gehouden, is mij dat blijkbaar in deze minuut hiervoor ook nog gelukt. Vooral ontzettend veel dank. Ontzettend veel dank voor het vertrouwen. Ook de complimenten die ik zojuist hoorde. Ik heb er heel veel zin in. We hebben er heel veel zin in. Mijn vrouw en ik hebben er heel veel zin in om snel onderdeel te worden van de gemeenschap in Almelo. We kijken er ontzettend naar uit om aan de slag te gaan. Ik heb met plezier, heel veel plezier teruggekeken op de gesprekken die ik heb gehad samen met de commissie. Heel veel meer kan ik daar geloof ik niet over zeggen. En ik moet hier ook zeggen, mij past er nog enige bescheidenheid. Want zoals de heer Steuteler al aangaf, de voordracht is één. Maar daar zijn nog een aantal stapjes te maken voordat het allemaal zover is. Dus het zou zomaar kunnen dat u mij af en toe in Almelo ziet de komende tijd. Verwacht u alleen van mij nog geen inbreng of opvattingen. Dat komt vanzelf wel als ik bij u geïnstalleerd zou mogen worden, waar ik ongelooflijk naar uitkijk. Nou, leuk. Ja, leuk. Ik zou zeggen, vier het thuis ook een beetje. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Dan drinken wij hier ook met elkaar wat en op een mooie tijd. En dan volgen daarna nog wel wat afspraakjes en wat kennismakingen. Denk ik ook. Fijne avond, geniet ervan. Precies.